What up, dames en heren? Welkom bij een Q&A met Kijk Je Mee, QIM, op de Egmond aan Zee. Dames en heren, welkom bij een nieuwe Q&A. Leuke setting, huiselijke setting. We gaan even wat vragen voor jullie beantwoorden. Ik pak even de vragen erbij. Ik heb de vragen ook zelf nog niet gelezen, dus voor mij is het ook nieuw. Ik heb ze alleen opgeslagen, maar ik heb ze nog niet gelezen. Dus voor mij ook een verrassing, dames en heren, wat de vragen ertussen zitten. Nou, we gaan het meemaken. Iemand vraagt, denk je jezelf ooit nog eens terug te zien met Shanna? Nou, voor nu zeker niet. Ik gun Shanna alle geluk. En ja, uiteindelijk, ik en Shanna pasten niet echt bij elkaar, denk ik, in een relatie. Maar wel gewoon als vrienden. Dus ik ben ook blij dat ik haar heb nog steeds als een vriend, vriendin. Dus, maar in een relatie, ik zie mezelf niet terug met haar in een relatie. Ook niet in de toekomst, want het werkt er gewoon niet. We zijn allebei leuke ouders voor de kinderen, maar in een relatie, als partners, nah. Ben je ooit nog van plan om in een reality show mee te doen? Ja en nee. Kijk, aan de ene kant denk ik van, ik ben wel een beetje klaar met die lifestyle. Maar aan de andere kant denk ik, stel bijvoorbeeld ze komen met een Ex on the Beach All-Stars. Hey, I'm there, my friend. Het zou wel gek zijn, gewoon één keer nog afsluiten voordat ik een oude opa ben, voordat ik een oude vent ben. Voordat het echt niet meer kan. Gewoon even nog één keer. Lid. En helemaal nu. Nu ben ik vrijgezel. Let's go, man. Nee, maar aan de andere kant denk ik van ja. Ja, ik weet niet. Misschien komt er een nieuwe show met Shanna of iets. En dat ik ook weer erin speel. Misschien dat zou kunnen. Maar ja, ik weet niet. Mijn toekomstplannen zijn eigenlijk niet meer reality. Dus meer gewoon focussen op mezelf. Een beetje persoonlijke vraag. Maar heb je een goede band met je vader? Nou ja. Kijk, mijn vader is een lastige situatie. Want mijn vader woont in Amerika. En mijn moeder heeft hem ontmoet in Amerika en vroeger is hij wel vaak in de weer gegaan. Alleen ja, dat was vroeger. En ik snap nu heel goed, zeg maar, omdat ik zelf een dochter heb op Curaçao, snap ik van hij moest ook bepaalde keuzes maken in het leven. Hij kon niet alles achterlaten en voor mij, zeg maar, heel de tijd. Uiteindelijk als je realistisch bent of realistisch denkt, heb je ook een eigen leven, snap je? En natuurlijk, een kind is belangrijk, maar je kan niet financieel zelf naar de kloot gaan om, zeg maar, de liefde te geven aan je kind. Dat is gewoon niet realistisch. In een perfecte wereld zou het kunnen, maar het is niet realistisch. Dus ja, heb ik nu een goede band met hem? Nee. Maar ik snap wel waarom dat is en waar dat vandaan komt. En dus ik zal altijd respect voor hem hebben, maar hij, ja, ik heb niet een vader of zo. Het is niet dat ik nu mijn vader dagelijks spreek om hem dingen te vragen. Advies of dat hij er is voor mij, mentaal, whatever. Dat is niet zo. En ja, dat is wel jammer. Maar ja, het is wat het is. Ik weet niet beter. Af en toe spreek ik hem één keer in het jaar of zo, één of twee keer in het jaar. Vroeger ging ik ook wel eens nog eens naar hem toe. Maar nu doe ik dat niet meer, omdat ik natuurlijk een dochter heb op Curaçao. Dus ik ga altijd naar Curaçao als ik ergens naartoe ga. In plaats van naar Amerika. Vroeger ging ik altijd naar Amerika, nu ga ik altijd naar Curaçao. Dus ja. Heb ik een goede band met hem? Nee. Heb ik respect voor hem? Ja. Is het mijn vader? Ja. En ja, dat eigenlijk. Maar wel jammer. Maar dat, ik ga ervoor zorgen dat mijn kinderen dat nooit krijgen. Of tenminste, ik ga mijn ultieme best doen. Hoe ga je mentaal om met het feit dat je kids in Cura zijn? Vind je echt een toppersoon, papa. Oh, dankjewel. Hoe ik ermee omga? Ja, ik weet niet. Maar gewoon veel afleiding zoeken. Ik ben blij dat ik een eigen zaak heb hier in Nederland. Dus daar ben ik gewoon lekker veel mee bezig. Maar ik moet je zeggen, ja, ik ben bijvoorbeeld gisteren uitgegaan. Helemaal naar de kloten. Nee, maar ja, zulke dingetjes, ik weet niet, man. Ik heb wel zoiets van, ja, ik ben nu weer, zeg maar, vrijgezel. Ik heb geen kinderen die ik moet ophalen dit of morgen of whatever. Dus ik kan gewoon doen wat ik wil. Dus ik ben gewoon een beetje aan, ja, ik ben gewoon aan het leven, zeg maar. Of dat de juiste keuze is, weet ik niet. Maar op dit moment, af en toe, ja, het voelt goed. Dus dat ben ik gewoon een beetje aan het doen. En ja, gewoon een beetje aan mezelf, mijn eigen weg weer bewandelen, man. Nogmaals, of dat goed is, weet ik niet. Wat de uitkomst gaat zijn daarvan mentaal voor mezelf, weet ik niet. Maar ik ben gewoon go with the flow, man. Ik zie het allemaal wel, zeg maar. Oh, dit is een pittige vraag. Is het serieus tussen jou en India? Dames en heren, even een dikke shout naar India natuurlijk. India, ik geef even een kleine backstory. Ik heb India ontmoet op een feestje bij DJ Steaks. En ja, daar was het gewoon gelijk aan. Pats, boom, de vibe was er. I'm all about the vibes. En soms met een persoon voel je een vibe en lig je gelijk op één lijn. En dat had ik met India. Maar ja, ik heb haar daarna ook nooit meer gezien. Of echt, ja, we hadden wel gesproken, maar nooit meer gezien. Want ze woont gewoon heel ver van mij. Ze woont misschien 2,5 uur van mij. Dus ja, maar we hebben altijd wel een beetje, zeg maar, gewoon
noem je dat, on the low, gewoon een beetje contact gehouden. Hé, alles goed, maar niet echt, echt intensief contact of zo. Maar ja, nu ben ik vrijgezel, nu kan ik doen wat ik wil. En toen dacht ik, hé, India. Waar hou jij de kracht vandaan om positief door te gaan met alles? Gewoon lijf, man. Gewoon jezelf blijven en gewoon realiseren dat elke negatieve gedachte is een les, is een trigger point om weer verder te gaan. Waarom ben je negatief? Waarom gebeurt iets in je leven? Kijk ernaar. Kijk jezelf in de spiegel aan. Wat is er gebeurd? Ga even na. Wat allemaal is gebeurd? Oké, wat kan ik doen dat het niet meer mij gaat overkomen? Hoe kan ik weer positief door het leven gaan? Waarom past het toe? En ga door met je leven. Zo moet je een beetje ernaar kijken. Want ik bedoel, als je alleen maar negatief gaat zijn, heel realistisch gezien, ga dan nu op een dak staan en spring er vanaf. Want dat is life. Het leven kent zijn ups, het leven kent zijn downs. Het leven is een groot avontuur. Dus maak gewoon het beste ervan. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Maak het beste van het leven. Je kan lopen piekeren, je kan lopen huilen. Het is allemaal oké, maar ga door. Ga door met je leven. Het leven staat niet stil. Niemand geeft een fuck om jou. En gewoon lekker doen wat jou gelukkig maakt. Als jij zin hebt om vandaag gewoon even een grof iets. Als jij zin hebt om lekker vandaag op vakantie te gaan. Ga lekker op vakantie. Pak je spullen. Zeg tegen je baas. Fuck jou. Ik ga op vakantie. Want ik heb het nodig. En ik ga dat doen. Ga je gewoon lekker op vakantie. Laat niemand je zeggen dat het niet kan. Ja. Ook al denk je dat er regels zijn. Er zijn geen regels. Jij bent de baas van je eigen leven. Het is jouw world. The world is yours. The world is yours. Maak er het beste van, mensen. In welke opzichten ben je veranderd dan 5-6 jaar geleden? Weet je wat het is? Ik heb sinds dat ik kinderen heb gekregen, dat is al sinds mijn dochter, ben ik wel een soort van anders gaan kijken naar het leven. Zeg maar, bij Taiki en Rumi ben ik echt veranderd, omdat ik ook echt in een relatie zat op dat moment. Want ik leefde echt het gezinsleven. Maar bij mijn eerste dochter was, dat is nu 7 jaar geleden, daar besefte ik in één keer wat liefde is. Zeg maar. Wat ik voelde, dacht ik van wow, er bestaat gewoon zo'n intense liefde. En bij Taiki en Rumi ben ik een soort van volwassen geworden. Ben ik gewoon anders gaan kijken naar, ook naar een relatie. Ik was geen relatiepersoon. Ik wou ook nooit kinderen. En door die situatie ben ik wel anders geworden. En ik ben ook natuurlijk ouder geworden. Ik ben al 31. Dus dat speelt ook een rol. Het is niet alleen dat de kinderen me hebben veranderd, maar het is ook mijn leeftijd. Ja, laat me eigenlijk gewoon zeggen, ik ben gewoon wat rustiger geworden. Ik ga wat meer structureel door het leven. Ja, dat is eigenlijk. Hoe ga je mentaal om met het feit je kids zijn in Curaçao? Vind je echt een top? Hoe ga ik met het om dat ze dat het feit dat ze op Curaçao zijn? Dat is gewoon accepteren, man. Wat moet je doen? En uiteindelijk, ik ben daar vaak geweest ook en met hun. En ik weet hoe blij Taiki daar is, zeg maar. Gewoon echt een islandboy, snap je? Dus je moet gewoon, ja, met die gedachte in mijn hoofd denk ik van ja, ze hebben een mooi leven daar. En ik kan daar ook gewoon vaak naartoe gaan. Dus het is niet dat ik nu dat ik hier zit en denk van zo, ik ga ze 2 jaar niet zien. Want ik heb toevallig geboekt, maar ik kan bij wijze van spreken nu gaan zitten achter de laptop, ticket boeken en morgen zit ik in Curaçao, snap je? Dus ja, het is wel een lastige situatie, want ik heb wel bijvoorbeeld, nu dat ze weg zijn, heb ik heel erg dat ik heb bijvoorbeeld, ik ben op de zaak, mijn dagelijkse routine is anders. Zeg maar, normaal ging ik rond 4 uur ging naar de kids toe en dan ging ik met hun chillen elke dag. Maar nu, rond 4 uur, dan zit ik en dan denk ik van ja, wat ga ik nu eens doen met mijn leven, zeg maar. Dus, ja, het is wel een soort van wennen, het is anders, maar ja, dat ze daar zitten, pardon, ik weet dat ze daar gelukkig zijn, snap je? Dus dat doet me wel goed, zeg maar, die gedachte. Hoe kijk je nu aan tegen de nieuwe relatie van Shen? Kijk, uiteindelijk, dames en heren, ik heb nooit iets gehad tegen de nieuwe relatie van Shen. Het waren gewoon bepaalde keuzes die ze maakten, dat ik dacht van, jullie gaan wel heel snel met bepaalde dingen, snap je? Hoeft allemaal niet zo snel. Dat jullie met z'n twee willen zijn, I don't care, doe jullie ding. Maar weet toch, we hebben ook kinderen, snap je? Dus je kan bepaalde keuzes, moet je gewoon wat langer over nadenken, vind ik persoonlijk. Maar dat ben ik. Maar hoe ik tegen de relatie aan kijk, ja, ze moet gewoon, ik ben blij dat ze iemand heeft gevonden die haar gelukkig kan maken, snap je? Laten we dat voorop stellen. Zij is gewoon mijn baby mama. Ik heb ook van Shen gehouden. Ik hou nog steeds van Shen als persoon. Don't get it twisted. Is mijn maatje. Dus ik gun haar alle geluk. Alleen de kids. Ja, de kids is het dingetje. Ik ben de vader van de kinderen. En daar moeten we gewoon scherp op blijven. Maar ik gun Shen alle geluk, dames en heren. En als zij dat kan vinden in hem, dan gun ik hem ook Shen. En dan gun ik Shen ook hem. Snap je? Dus ja, hoe kijk je tegenaan? Het is wat het is. En we moeten het beste ervan maken. En gewoon zorgen die kinderen. Voor mij is het gewoon belangrijk dat de kinderen gelukkig zijn.
En ja, wat ik kan doen is er gewoon zijn voor de kinderen. Dus ja, dat eigenlijk een beetje, man. Ben je aan het daten? ja, weet je wat het is? Nogmaals, ik ben een vrijgezelle man, dames en heren. En ik merk wel aan mezelf, zeg maar. Ik ben wel zeg maar een soort van... Ik had al gezegd, ik ben geen relatiepersoon. Maar ik merk wel in de periode dat ik zeg maar met Shen ben geweest. Had ik wel heel erg... Heb ik wel nu heel erg van, ja, het is wel iets moois, weet je wel. Een relatie, kids, blablabla, zeg maar, die lifestyle. En geliefd iedereen, elk mens wil geliefd zijn. Dus ja, ben ik aan het daten? Ik ben wel een soort van... Ik weet niet, ik sta wel open voor liefde, laat me het zo zeggen. Maar ik ben niet echt een persoon die date, zeg maar. Ik vind het gewoon wel leuk om het leuk te hebben met mensen. En nogmaals, ik ben vrijgezel. Ik heb lang in een relatie gezeten, dus I'm just having fun. Niet alleen girls wanna have fun, maar boys just wanna have fun. Ja, waarom ben ik zo droog? Dames en heren, ik moet een stuk gaan om mezelf. Maar ja, ben ik aan het daten... Nou, eigenlijk kan ik... Nee, ik deed niet. Dus ik ben gewoon aan het genieten. Laat me daarop houden. En als jij ook wil genieten met mij... Ha, let your boy. Slide in die DM. Nee. Wat grapje, dames en heren. Maar I'm just having fun, man. Ik ben gewoon vrijgezel. En komt er iets serieus op mijn pad, sta ik daar zeker voor open. Want uiteindelijk ben ik wel... ben alweer bijna richting de 40. Dus ja, ik kan niet blijven spelen. Ik wil wel gewoon iets serieus in mijn leven. I'm ready to settle. I'm ready to... je zegt single and ready to mingle. Dat ben ik ook op het moment. Maar mocht er echt wat serieus op mijn pad komen, sta ik daarvoor open. En ik heb liever, zeg maar, als ik nu kon kiezen tussen single zijn en losgaan, of een relatie en gewoon genieten van het leven, gelukkig zijn, ik zou toch kiezen liever voor geluk voelen en een relatie. Dus ja, daar sta ik wel eigenlijk meer voor open. Dus ja. Heb je serieus interesse, dames en heren? www. Nee. Ik ben gek aan het doen. Dames en heren, ik vind het wel leuk geweest zo de Q&A. We hebben leuke vragen. Er zitten een paar leuke vragen tussen. Dus ja. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ja, als je nog meer vragen hebt, stel ze even in de comments. Misschien reageer ik daar nog wel even onder. En verder, ja. Shout-out naar jullie, man. Shout-out naar alle love die ik altijd krijg van jullie. Shout-out naar alle support die ik krijg. En ja, blijf vooral... be happy, man. Be happy in life. Laat niemand je vertellen hoe of wat. Laat jezelf niet gek maken. En doe gewoon je eigen ding. Belangrijk. Je weet wat ik zeg. Het is meer liefde, minder haat. Is je boy. Q. Boe.